Zo, goedemiddag allemaal. Ik ben bezig met cadeaus aan het maken. Twee voor vrienden van ons, die wordt 60. Een vriend van ons wordt 60. En eentje heb ik al klaar. Dat is een foto die we zelf gemaakt hebben van zijn honden. Want het is wel heel belangrijk dat het in ieder geval een beetje persoonlijke foto of een persoonlijk cadeau wordt. Ik zal hem even laten zien, een ogenblik. Ik zet hem even op. Even, ja, om ja. Dit is hem dan. Dit is er één van, zou ik het zo zeggen. Zie je al zijn honden bij elkaar. En deze dan van zijn vrouw met de honden. Want ja, dat is natuurlijk iets leuks als je een cadeau krijgt van de liefde van je leven. Nou, dat is zijn vrouw en zijn honden, dus meer is het niet. Ik ben snel klaar eigenlijk. Dus ik heb een oude lijst gebruikt. Ik heb er nog één. En die kan je zien aan de achterkant van de lijst. Zie je? Oude lijst. Dus ik heb hem omgedraaid, zo leuk. Dus ik doe er verder helemaal niks aan. Ik laat hem zoals die is. Want jou meer eraan gaat doen, schilderen, verven, schuren. Want het is een beetje ruw hout. Zo wordt het niet mooier op. Dus dat gaan we niet doen. Ik heb deze al op maat geknipt. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Dat hij de juiste maat heeft voor de juiste lijst. Dus dat heb ik al gedaan. Ook met mijn snijapparaat. Ja, dan kan maar twee kanten. De rest moet ik zelf knippen. Maar dat maakt niet uit. Ik ga deze erin doen. En dan als het klaar is, dan zal ik ze nog even laten zien. Zo, ik ben er klaar mee. Klinkt wel. Nee, ik ben gewoon klaar. Ik heb ze nu ingelijst. Ik heb de glasplaat helemaal mooi schoongemaakt. Ik heb het netjes allemaal afgenomen. Dit is het resultaat. Dit is 1 en 2. Je ziet wel even het tegenlicht. Ik zal even een lampje uitdoen. Zo, dan zie je nog tegenlicht. Dat lekker dan weer. Maar dit is dus een cadeau die ik heb gemaakt voor een vriend van ons die 60 jaar wordt. Eind van deze maand. Daar ben ik klaar mee. Ik hoef het alleen nog maar in te pakken. Dus heb ik het alvast gehad. Dus nu ga ik zo meteen laten zien hoe ik nageltjes knip van de Ierse wolfshond. En als ik dan eigenlijk bekijk hoe ze erbij liggen daar. Dan denk ik weet niet of ik dat wel doe. Maar goed, we zullen even zien. Daarachter ligt er een met zijn benen in de lucht. Blijf jullie. Nou, die van die daar, die doe ik dus niet. Ik doe wel van die. Die ligt er tenminste netjes bij, toch? Hè? Ja. Die ligt echt met zijn. Ze heel hebben houden. Ja, dat wou ik zeggen, ja. Oh, daar is je hoofd. Gewoon netjes liggen, je bent toch gewend? Dat heb ik geen zin. Plots. Dat is een Kuranda-bed of een Karunda-bed. Die zijn niet kapot te krijgen. Ideaal. Aluminium. Een heel dik zeil. Hij is eigenlijk iets te klein voor onze hond. Maar is wel de grootste maat dit. En die hond is nog groter, dus die past er eigenlijk ook helemaal niet goed op. Dus ze hebben van die mooie turnmatten, ideaal. Krijgen ze geen dikke ellebogen van. Dat zie je wel eens vaak. Maar hij ligt er niet op. Hij heeft ook geen dikke elleboog. Dus dat scheelt. Dus ga ik zo meteen even laten zien. Een beetje kijken hoe de ier eruit ziet van buiten. Want ja, heel veel mensen denken, ja, dat is een hond, dat is een hond. Maar een hond is niet een hond. Dit is toch wel iets anders als zo'n klein. Wacht even, dan moet ik weer omdraaien. Als zo'n klein dabbertje daar. Ik heb ook nageltjes en een staart en oren en een mond. Maar de verzorging is toch net even iets anders. Maar ik zal het jullie allemaal laten zien, zo meteen. We gaan ze eerst maar even uitlaten, want het regent nu niet. Daar gaan de kleintjes. Dat is op zoek naar de muisjes. Hi guys, wat moesten jullie ook weer doen als jullie eruit gingen? Wat was ook alweer het ritueel? Waar moesten jullie gaan? Gaan zitten? Ja, goed zo! Oh, je bent ook zulke net opgevoede hondjes, hè? En dan doen we altijd... Ga je lachen? Ga je lachen? Lachen? Nee, je lacht niet. Rico als eerst. Rico?
Je moet als eerst naar buiten. Waarom ga je niet naar buiten, Rico? Hij snapt het nog niet helemaal. Maar dan komt deze hond dus blond met DT. Toch of niet, schat? Ja. Wachten dan, hè, totdat ik zeg dat je mag. Hij snapt het nog niet helemaal. Rico? Ja, kom maar, schat. Kink ze ook erachteraan. Hoppen de pop. Nog een deurtje dicht doen. Nee, kom jongens. Kom. Kom, Hoepie. Dan moet ik even een plasje doen. Vind ik belangrijk, hè? Dan zitten ze niet zo met een volle blaas dat ik hun nageltjes zit te knippen. Nou, je ziet aan het weer, het is geen weer. Maar goed, moet ze toch even uitlaten. Zo rekken. Ja, zo hè. Ja, zo moet het. Zo moet het, ja. Staat hij lekker bij me hier. Nog een keer rekken. Maar je bent zo lang. Ja. Ben jij lang of ben jij lang? En ben jij lang? Zie je klaar? Dat is het enige plasje wat je moet doen. En anders niks meer. Geen plasjes meer. Hè? Kijk eens, de appeltjes en de bomen. En peren. Nee, kom. Deze zijn nog niet helemaal. Er zitten heel veel plekken aan. Hier deze, die peren, die zijn eigenlijk... Ja, nog niet te rijp. Sta je nou weer hier? Kom, kijk, een spinnetje. Spinnetje, zocht een vriendinnetje. Zie je dat? Zie je niet, hè? Nee. En hier nog een appelboom. Kijk, deze zien er al wat beter uit. Die zijn al mooi aan het kleuren allemaal. Die zijn nog wel een beetje zuur. Zuur. Rico. Staat hier. Nou, als jullie klaar zijn, dan ben ik ook klaar. Aardbeien. Johnny! Hey! En dan ga ik spullen pakken. Oké, nou, we zijn net binnen. Natuurlijk, het begint weer keihard te regenen. Wat heb ik meegenomen? Ik heb een nageltangetje meegenomen. Dan zie je dat je hiermee kan je nooit te veel afknippen als je hem ervoor doet. Zie je dat? Weet je altijd dat je goed zit, dat je niet te veel afhaalt. Ik heb... kam meegenomen. Dubbeltandig. En ik heb mijn setje met scharen meegenomen. Zo. Nee. Als Wop er niet mee mag bemoeien, maar dat wil ik ook niet. Kijk, normaal moet je dit hier zo, dit eigenlijk afknippen. Hè? Dat flufferige. Maar goed, kan ik wel doen, maar ja. Hij ruikt iets lekkers. Dan moet ik op, natuurlijk op mijn knieën. En daar is een dingetje. Nou, dat wilde niet weten. Kom eens op die grote poot van je. Jesus man. Daar wordt nog wel een dingetje. Dat is één. Godsamme. Eerst nog even. Een beetje netjes die pootjes doen. Dan ruikt het zo lekker, schatje. Nee, kijk eens aan. Kees hem. Ja, ik weet dat hij te klein is. Ik heb ook niks aan doen. Even kijken. Dan doe je die dingetjes die er een beetje uitsteken. Zit er een nagel tussen? Niet erg, ik probeer het gewoon weer opnieuw. Kan je niet gewoon plat gaan liggen? Hè? Nou, dat kan hij dus niet. Oh, man. Ik zie er niet uit. Ja, wacht even, schij. Maar god, hé, hoe krijg jij zulke harde nagels? Nou, dan kan je zien
stuk af. Zie je? Nee, hier blijf jij. Ja, maar ik kon dat jij niet gaat liggen. Waarom ga je niet gewoon plat liggen? Dat ken ik toch ook? Zo. Ga dat niet doen of was er dan? Nee, niet mee bemoeien jij. Kan je dat wel zien? Ja, dat kan ik wel zien. Nou, ik zie dat er geen reet van. Oh, mijn god, jong. Nee, Antje, mag niet. Wacht even. Soms moet je ze helpen. En dan gaat het heel goed. Antje, ga nou weg. Schiet op. Goed. Anyhow. Dus de poten van de ier. Ga even kijken, deze heb ik gedaan een beetje. Wat is nou deze? Ja, aangezien ik natuurlijk niet zo... Nee, dat kan niet. Je moet blijven liggen. Ik zal het even laten zien, hè, hoe lang ze naakt zijn. Kom hier, jij. Heb ik ze laten zien. Lange. Nou, dat lijkt natuurlijk als een grote hond. Dus heb ik... Hier moet ik even de zijkant een beetje afhalen. Zie je ook... Oh, nee. Laat eens zien. Iedereen moet zien dat je straks weer mooie pootjes hebt. Zie je? Dat moet er af daar. Laat ik daar laten zien. Kijk, honger, man. Ogen dat je zo blijft leven. Kom hier. Zo. Goed. Dan hebben we hier duimpjes zitten. En die moeten ook een stukje eraf. Want die groeien ook. Ook de duimpjes groeien hier. Ja, ik wilde gewoon een hond met haar. Nou, dan krijg je een hond met haar. Straks ook wel even stofzuigen. Zo. Nee, moet even de pootjes nog mooi doen. Dus... En alles wat hier dan uitsteekt,
Dat knip ik er gewoon af. Wat onder zijn voetzool uitsteekt dan, hè. Hieronder ook. Het blijft allemaal maar rotzooi hangen. En dat is niet goed. Nee, even nog wachten. Even dichterbij zetten, want anders zien ze niet zoveel, hè. Hebben we gehad. Dat moet eigenlijk uitgetrokken worden. Nou ja, geplukt is het zo zeggen. Zo. Zie je. Oh, jong. Nee, hij gaat gewoon zitten. Poppen de pop. Dan wil je nou dat je nagel zo zeker. Nou, dat kan niet. Nee, dat doen we niet. Hè? Jezus, Mina, jongens, je werkt niet echt mee, hè? Rikki-tikki. O jee. Je hebt er een poepje gelaten. Heb jij een poepje gelaten? Really? Antje, jij een poepje gelaten? Antje heeft een poepje gelaten. Nee, mag niet. Goed. Blijf. Antje heeft een poepje gelaten. Nee, je moet gewoon nog blijven liggen. Kom hier, terug. 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 Gewoon nog even blijven liggen. Zo, blijf. Luister. Nou, wat gaan we nu doen? Zoals je ziet, dat ik het even laat zien, hè, want dat is wel belangrijk. Nee, hoe ga ik dat doen? Zo. Nee, wacht, niet duwen, niet duwen. Kijk, dit stond. Dit is een oog. En hier zie je een beetje rood tandvlees, zie je dat? Een beetje, oh nee, kan niet zien. Wacht even, oh, wacht even, wacht even. Kijk, zie je dat? Een beetje rood geïrriteerd. Dus, dan geven we hem meestal een bot. Dat zijn zijn voortandjes. Ja. Nou, zijn pootjes hebben we al gezien, hè. Mooi schoon is. Mooi, zie je. Duimpje geknipt. Daar ligt alle troep. Dan hebben we hier nog zijn oor. Die zijn mooi schoon. Ja. En dat is ook de bedoeling. Dus die hoef ik niet schoon te maken. Ja, die zijn mooi schoon. Alleen je tandjes niet zo, schatteke. Hé? Kom de gulli doen. Je ook je tandjes laten zien, Hoepie. Hoepie, kom je ook je tandjes? Nee, niet de tandjes laten zien. Niet altijd likken, dat likken. Ja, dan zou ik ook zeggen. Nee. Nee, mag niet. Vetklep. Dus, dat hebben we nou gezien. Zijn oren zijn schoon. Voilà. Zijn bekje niet echt. Hoe doe je het weer? Ja, maar ik moet toch even... En je neus. Nee, Boepie. Hop, 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 hop. Dus... Als je kan zien, hè, misschien is dat wel leuk om te laten zien, zijn, oh, kan ik dat laten zien, zijn onderarm is net zo dik als mijn onderarm. Dus dat is nogal wat. Had ik jullie gevraagd om te komen? Nee. Wegwezen dan. Nee, Woep, ook ga je niet. Dat mag niet. Waar ga je, Kingston? Mogen ze binnenkomen? Ja. Ik ga het opruimen. Ik heb ze meteen gedaan. Ik moet alleen nog even stofzuigen zo meteen. Je kan zien dat hij heeft een smaller onderkaak als dat Rico heeft. Hè?
Ja, dat gaat hem aan. Anders liggen er maar ook. Jongens, niet met z'n vieren daar. Hup, wegwezen. Hop, hop, eruit. Johnny ook. Handje. Goed zo, dat is braaf. Keurig. En daar blijven. Wat? Is niet goed dan? Nee, Antje. Terug. Johnny ook. Hop, hop. Achter de lijn. Achter de lijn? Oké. Okay. Zo werkt dat. Nou. Dus nu ga ik opruimen dan maar. Zeg maar bye bye, zwaai zwaai. Zeg maar daar. Zeg je niet daar? Ging ze nog niet daar? Rico? 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 Nou? Zeg je niet even netjes gedag? Rico? Ah! Ah! Antje niet doen. Achter de lijn, goed zo. Wa. Really? Woepie, ook jij achter de lijn. Hop. Hop. Really? Serieus, sta je er nou zo te janken daar? Oh, te kreunen. Jullie zijn heel braaf dat jullie achter de lijn blijven. Zo wil ik het ook. Ja, woep, zo wil ik het ook, ja. Nee, nee. Woep, woep, nee. Terug, terug. Woepie. Goed zo. Goed zo, dit is braaf achter de lijn blijven. Mannen. Nou, ik ga even de zaak opruimen hier ook. Even stofzuigen en gewoon opruimen allemaal. Dus ik sluit bij deze sluit de video af. Want er is eigenlijk de hele week niks gebeurd. Dat is ook geen mooi weer. Dus ik denk, ja, kan ik wel over iets gaan beginnen. En het is alleen maar ellende. Ik doe de krant open, alleen maar ellende. Nou, denk, doe dan maar even iets leuks. Dus, maar mochten jullie wat willen weten over de eerste wolfsond. Nou, dan misschien dat ik daar een antwoord op heb. Misschien ook wel niet. Ja, ik weet eigenlijk ook niet zoveel wat te vertellen. Het wordt een korte vlog dit keer. Maar goed, beter iets als niets, zeg ik dan maar. Hè? Nou, in ieder geval tot de volgende keer. Dan hoop ik dat ik wat meer heb, dat het weer beter is. Dan meer naar buiten kunnen gaan en meer leuke dingen kunnen doen. En anders dan wordt het alleen maar Ierse Wolfsond, Ierse Wolfsond. Misschien een kern, Ierse Wolfsond, Ierse Wolfsond. En misschien weer een kern. Hey, tot volgende week, fijn weekend. En duimpjes, doeg!